I'm in the house. Hey, hey. Hey, I'm in the house. Hey, hey. Hey, I'm in the house. Hey, hey. Hey, hey. Yo. Hey, dit is mijn huis. Kom binnen. Dit is dus mijn huis en ik ga jullie even rondleiden. Dit is mijn woonkamer. Daar kijk ik al tv en soms als ik heel lui ben, dan doe ik hier ook mijn huiswerk zo half liggend op de bank. Maar meestal kijk ik tv. Ik kijk eigenlijk nooit met het hele gezin tv, omdat we allemaal eigenlijk andere dingen leuk vinden. Dus als ik naar GTST kijk en bijvoorbeeld James Bond is op, dan wil mijn broer veel liever daarna gaan kijken dan dat ik GTST ga kijken. Maar ik win toch altijd, want ja, ik ben een beetje een drama queen. En dan zeg ik, mam, ik wil dit nu even kijken. En dan zegt mijn moeder, mees, doe niet zo kinderachtig. En dan lukt het meestal wel. Nou, dit zijn zeg maar onze familiefoto's. En nou, die hebben we echt al heel lang geleden gemaakt. En nou, dat is mijn moeder, die is daar met mij. En dat is mijn vader en mijn broertje. En ja, ik vind nog steeds hele leuke foto's, want we zijn allemaal nog heel erg jong en zo. Dus het is wel heel leuk. Dit is onze keuken. Dit is de koelkast. Ik eet heel vaak op brood, eet ik kaas hier. En ja, zeg maar, zocht bij ontbijt drink ik dan sojamelk. En paprika's eten we heel veel. En ja, wat is dit wel eigenlijk? Dit is het gasfornuis en daar kookt meestal mijn moeder 's avonds. Maar mijn vader kan ook heel goed koken. En ik kan eigenlijk alleen een ei bakken, als ik heel eerlijk ben. En koken, ik kan ook een ei koken. Dit is onze tuin. En nou, heel eerlijk gezegd, ik ben hier niet zo heel erg vaak. Ik ben meestal voor aan het spelen, voetballen of zo. Maar hier ja, zitten mijn broer en mijn ouders heel vaak gewoon te lezen of dingen te doen. En we barbecuen hier wel, zeg maar gewoon, als we gaan barbecuen, dan barbecuen we hier wel. En dan gaan we nu naar de garage en daar staat mijn drumstel. Toen ik net begon met drummen, toen kwam mijn buurman langs en die zei zo van, ik hoorde dat Ella was begonnen met drummen. Dus dat was wel heel grappig. Maar ja, ik drum de laatste tijd wat minder omdat ik heel erg bezig ben met school en muziek nu ook heel erg. Dus ja, het is wel jammer. Dit is mijn slaapkamer en ik slaap er natuurlijk gewoon. En ik kijk heel vaak films hier met vrienden. En ik maak mijn huiswerk hier en dit is mijn kledingkast. Nou, dit zijn mijn kleren. En mijn favoriete kledingstuk is mijn pyjama, omdat die heel erg lekker zit. En ja, dat vind ik fijn. Dit had ik aan, dit jasje had ik aan tijdens mijn auditie met Bobby samen. Dat is de poster die we kregen toen Bobby en ik werden overvallen voor het Junior Song Festival. En dat was heel erg leuk. Oh, dit zijn mijn knuffels. En deze pop, die mag ik gewoon even niet meer. Want ik had laatst met een vriend van me, was ik de Conjuring gaan kijken. En dat gaat over een pop en die is heel gemeen. Dus ik ging gisteravond slapen en toen was ik heel erg bang voor die pop. Dat was best wel vervelend. En toen kon ik niet slapen en toen heb ik hem op een gegeven moment weggedaan. Maar mijn moeder heeft hem dus vanochtend weer teruggezet. Dit is een droomvanger. En die heb ik, ik denk, 4 jaar geleden samen met mijn vader gekocht. En ik had eerst heel vaak nachtmerries en ik geloof er niet, ja, ik geloof er nu wel steeds meer in, omdat ik nu eigenlijk geen nachtmerries meer heb. Dit is de kamer van mijn broer, even kijken. Hey Mees. Hoi. Het is best wel een grappig verhaal, want ik was vroeger, toen ik klein was, was ik heel erg fan van Jan Smit. En toen had ik een keer om een handtekening van hem gevraagd en toen kreeg ik een heel pakket met een dekbedovertrek en een kaart met een handtekening en een vlag. Maar mijn broer die had toen een heel erg tekort aan bed, zeg maar bed overtrekken. Dus toen heeft mijn moeder gewoon steeds zeg maar die over zijn bed gedaan. En dat vindt hij nog steeds niet heel erg leuk, maar ja. Jullie hebben alles wel gezien in mijn huis, dus ik denk dat het tijd is om te gaan. Doeg!